Hallo meiden, even een snel filmpje. Mijn batterij is bijna plat, dus ik moet rap praten. Ik kom net terug van de Mac Pro Class. Allee, niet net. Ik had vanmorgen een Mac Pro Class, Masterclass. Ik had deze klas eigenlijk gekregen omdat ik mijn visagiecursus doe, dus dat was daarbij inbegrepen. En ja, het was wel leuk om eens in een Mac-winkel achter de schermen te kijken. Er werd lesgegeven door twee pro make-up artists van Mac. Enerzijds had je Jay en anderzijds had je Kathleen. Ik ga hun Instagram-accounts hieronder eventjes posten, dan kunnen jullie hen ook volgen op Instagram. En zij gaven wat uitleg over hoe Mac ontstaan is, wat Mac allemaal doet. Wat de komende trends zijn voor de zomer. Allemaal heel interessant om te zien. En dan heeft Jay eigenlijk een look gemaakt op een van mijn collega-studenten. Dat was echt een prachtige look. Op haar Facebook-account kun je ook eigenlijk vinden hoe dat die look eruit ziet. Dat was echt prachtig. En het was ook heel interessant om eigenlijk te zien hoe zij die make-up juist aanbrachten en hoe dat die technieken juist in elkaar zaten. Want het is toch nog wat anders om hen dat te zien doen als dat je het zelf doet. Nu, ik heb natuurlijk het ook niet kunnen laten om enkele dingetjes te kopen. En laat ik maar beginnen met mijn grootste aankoop. Ik weet niet hoeveel ik jullie heb kunnen tonen. Maar normaal gezien, als ik mijn visagie deed, gebruikte ik een gewone koffer. Maar eigenlijk was dat niet zo gemakkelijk. En ik heb beslist om een nieuwe koffer te kopen. En ik kocht deze Mac Trolley. Dat zijn de zogenaamde Zuka Packs. En die zijn eigenlijk veel gemakkelijker om mee te werken. Dus ik kocht de Zuka Pack. Ja, natuurlijk is dat niet zo goedkoop. Dat was bijna 300 euro. Nu ja. Ik ben toch van plan om vaak iets met mijn visagie te gaan doen, dus het staat wel professioneler om met zo'n zak eigenlijk de kamer te betreden dan met een gewone valies, laat ons maar zeggen. En dan heb ik ook nog wat productjes gekocht. Dit productje zit momenteel niet in de doos, omdat ik het in mijn visagie kit gestoken heb. En het is de MAC Cream Color Base in Pearl. Ik was op zoek naar een houden highlighter. Maar zonder shimmer, puur glans. En ze hebben mij deze aangeraden. En effectief, het is een zeer mooie houtkleurige highlighter. Dan heb ik ook de mixing medium gekocht op waterbasis. Deze zijn enkel te koop in de Pro Stores. Hier in België heb je maar één Pro Store en dat is in Antwerpen. Dus ik had het geluk van daar nu toevallig te zijn. En ik dacht, ja, weet nooit dat ik een eyeliner in een bepaalde kleur wil maken. Daarvoor is deze mixing medium wel heel handig. En je kunt er eigenlijk gewoon vaste producten vloeibaar mee maken. Dus ook bijvoorbeeld om je gezicht te verven en zo. En ik koos de waterbasisversie omdat dat toch wel waarschijnlijk de gemakkelijkste versie is om mee te werken. Want je hebt ook de alcoholbasisversie. Die zou ik toch liefst niet op mijn gezicht gebruiken. Het is waterbasis. En dan tot slot kocht ik ook nog deze. Dit is een foundation. Nu, jullie hebben mij er al vaker horen over klagen. Ik heb een zeer lichte huid en de meeste foundations zijn altijd te donker. Daar bestaat een oplossing voor. Een witte foundation. Met een witte foundation kun je gelijk welke foundation lichter van kleur maken. En dus dat is eigenlijk perfect voor mij om mijn foundations echt gelijk te maken aan mijn huidskleur. Dus een witte foundation. Dat was alles wat ik geshopt heb bij MAC. Allee, alles. Het was toch duur genoeg. Ik was genoeg geld kwijt. Dus ik voelde mij zelfs een beetje schuldig. Maar ja, natuurlijk de grootste hoeveelheid zit in die Zuka bag. En ik hoop van dat daar toch terug te kunnen uithalen als ik dan effectief meer met mijn visagie doe. Dan ben ik ook naar Lush geweest. In Lush heb ik mij ingehouden, maar ik kon toch niet buiten gaan zonder iets te kopen. En wat ik kocht was een bruisbal van Lush in de Inhale XL versie. Dat is een nieuwe bruisbal die net in het assortiment zit. Dus ik was er wel naar benieuwd. En blijkbaar is dit een bruisbal in twee delen. Ik vind het trouwens raar. Ik heb deze gekocht in Antwerpen, maar het etiket... Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Vermoedelijk niet, want de lamp zit erop. Is in het Frans. En dit is een bruisbal bestaande uit twee delen.
Het ene deel is het parfum Breath of God. Het andere deel is Inhale, Exhale. Van hun Gorilla Parfums, vermoed ik. Dus dat zijn de twee geuren. En dan ben ik ook nog naar de Body Shop geweest. Jullie weten, ik was jarig in mei. Dit filmpje komt later online, maar de MAC Masterclass was eind mei. En ik heb ook in de Body Shop wat spulletjes gekocht. In de Body Shop kun je vaak van deze setjes kopen. En ik kocht het setje 3 Steps Eye Kit voor brunettes. En ik had nog een geschenkbon van 20 euro plus dan mijn 5 euro bon omwille van het feit dat ik jarig was. Dus wat zit daarin? 2 oogschaduws, een oranje en een peachy kleur. Dus ik vond dit heel mooi, dus ik wou deze sowieso uitproberen. En dan eigenlijk krijg je er gewoon een mascara en potloodje bij. Dit is het potloodje Smoky Black Eye Definer. En de supervolume mascara. Deze heb ik al gebruikt in een mini versie. Ik was daar heel tevreden van, dus ik ben wel blij daarmee. Omdat ik aan 25 euro moest komen en dit was er... Hoeveel was dit? 21 euro moest ik nog iets bijkopen van om en bij de 5 euro. En ik heb deze lippenbalsem gekocht van de Body Shop uit de Honey Mania lijn. Dus ik ben daar ook wel heel benieuwd naar. En lippenbalsem komt altijd van pas. Nu, omdat ik jarig ben, hebben ze ook een nieuwe actie. En ik ben buiten beeld. Een nieuwe actie. Waarbij dat je een cadeautje krijgt. En eigenlijk in dat cadeautje zat in dit roze papier met een groen strikje erom. Nu, ik weet niet of dit in elke bodyshop is of puur die bodyshop waar ik geweest ben. Ik ben naar degene op de Meir geweest. Nu, ik ben ook in Brussel gepasseerd en daar leek geen zo'n bak te staan. Dus ik weet niet, is het iets van de Vlaamse bodyshops, is het iets van alle bodyshops of is het gewoon iets van die specifieke bodyshop? Dat weet ik niet. Maar ik heb eigenlijk een setje staaltjes gekregen. En wat zat daarin? Een staaltje van de Aloe Soothing Day Cream. Een staaltje van de Vitamine E Moisture Cream. Dus eigenlijk 2 staaltjes van dagcremes. Dan een Satsuma Body Polish. Een Peach Body Butter. En een Absent Hand Cream. Dus dat zijn eigenlijk allemaal leuke productjes. En dat is alles wat ik die dag gekocht heb. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Als jullie het leuk vonden, duimpje op. Als je op de hoogte wil gehouden worden van mijn filmpjes, you know the drill. Abonneer je op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Dag!